ou deixa sua bunda ardendo, ou dá tapa, 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 cara. Hey mensen, welkom bij deze nieuwe video op dit kanaal. Vandaag gaan we iets heel leuks doen, heb ik ook nog nooit op mijn kanaal gedaan. Zoals jullie zien heb ik nog maar heel weinig snoep. Dit betekent dat ik vandaag mijn bestelde snoep bij de groothandel ga halen. En ik ga jullie meenemen, dus ja, jullie zien zo'n timelapse van een deel van dat ik onderweg ben. Dus ik zeg alvast nu alvast dit, want straks krijg je het niet te horen. Dus 3, 2, 1, timelapse. Ja. Hey, kijk eens, ik zit hier nu op de grond, achter, voor mijn snoepkast. Zien jullie die ook? Ja, daar zit mijn snoepkast. Ik heb net al mijn snoep gehaald. Hier heb ik de hele krat. Ja, dat kan ik dat laten zien. Dat kan ik zo laten zien. De hele krat vol met snoep, mensen. Maar die ga ik nu uitpakken op mijn livestream. Die livestream, wanneer jullie dit zien, is die livestream al lang geweest. Deze livestream was voor jullie, even kijken, deze livestream was voor jullie gisteren op TikTok. Ik ben soms live op TikTok voor mijn DB Candy. Dan maak ik video van mijn snoep, kortingen zijn er altijd bij de live. Maar nu ga ik het uitpakken. En op de website zetten met een kortingscode erbij. Mensen, sorry voor deze slechte audio kwaliteit op dit moment, maar ik heb een MediaMod niet ingeschakeld. Want dat kon niet met mijn mount. Maar zoals jullie zien heb ik heel mijn kast weer gevuld met allemaal snoep. Dat is nu nog te koop. Waarschijnlijk. Ik durf niks te beloven. Ik ben niet live. Maar de kortingscode staat. Omdat mijn live mij wel slecht zette. TikTok. Van ik ga je bannen als je niet je live over 1 minuut stopt. Dus ik moest die live stoppen. Binnen 1 minuut. Anders werd ik verbannen. Maar alles staat nu op de website dat hier ligt. Met de code live 5, hoofdletters live en dan gewoon een cijfertje 5 ernaast. En dan, ja, dat. Mensen, ik ben geprankt. Die melding was een account. Het was een account die dat heeft gestuurd. Oh mijn god. Mensen. Heel bedankt voor het kijken naar deze video. Sorry dat hij weer opeens zo stopt. Ik vergeet altijd bij mijn camera, met mijn GoPro, de outro te maken. Maar hierbij is de outro weer op mijn computer. Maar dat betekent wel betere kwaliteit. Ik gebruik niet deze microfoon, ik gebruik deze gewoon. Maar wat ik altijd zeg aan het einde van de video is, doe het belletje aan, abonneer en tot de volgende keer. Laters.